De beste versie van jezelf zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? Met persoonlijke ontwikkeling natuurlijk. Met persoonlijke ontwikkeling en groei werk jij je eigen vaardigheden. En laat je zien wat je in je mars hebt. Zo blijf je leren, thuis en op de werkvloer. Maar op welke gebieden kun je jezelf allemaal ontwikkelen? En hoe pak je dat aan? Kom, ik neem je mee. Sterk in je werk. De videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Je kunt veel kanten op met persoonlijke ontwikkeling. Van je talenten ontwikkelen tot je sociale vaardigheden op werk. De keuze is reuze. Waar je ook voor kiest, ik ga je helpen om jouw route naar succes uit te stippelen. Met de volgende 4 stappen werk jij aan je persoonlijke ontwikkeling. Waar begin je? Nou, bij jezelf. Ga zelf na wat je allemaal al kan. Wat zijn je vaardigheden? Wat doe je graag en wat niet? En wat heb je voor elkaar gekregen op werk? En ga zomaar door. Ben je eruit? Mooi. Kies 1 onderdeel waar je op wil focussen en dan gaan we snel door naar de volgende stap. Stel, je bent er in de vorige stap achtergekomen dat je goed bent in plannen maken en de leiding nemen. Geweldige eigenschappen die goed passen bij een managerachtige functie. En daar wil je natuurlijk wel in doorgroeien. Maar is die mogelijkheid er ook op je werk? Ja? Top. Dan kunnen we meteen door. Je weet wat je wilt en je gaat je kans pakken. Hiervoor heb je een doel nodig. En hoe specifieker, hoe beter. Een goede manier om doelen te stellen is met de SMART-methode. Dit houdt in dat je je doel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden maakt. Zo'n SMART-doel is bijvoorbeeld: ik ben de komende 3 maanden projectmanager bij 1 project om meer ervaring op te doen als leidinggevende. Nu gaan we alles opschrijven in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Een POP. In zo'n plan zet je jouw korte en lange termijn doelen en hoe je deze gaat bereiken. Nou, dat is goed te doen, toch? En een mooie bonus is dat je dit plan met je werkgever kan delen. Zo laat je zien wat je wilt en begint het balletje alvast te rollen. Zo, dat was hem. Je hebt alle stappen doorlopen en bent helemaal klaar om aan je persoonlijke ontwikkeling te gaan werken. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Vergeet niet te abonneren op 1 van de andere video's in deze reeks te kijken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.